Respect voor het spirituele moet er altijd zijn. Alleen op deze manier kunnen we zware tijden overbruggen. Woorden van Iwan Wijngaarden gisteren bij het standbeeld van Kwaku, bij de herdenking van de Internationale Dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan. Before we bury small day, we recall we are talking about day. Zo opende de culturele organisatie Pasoting Pasinsi de activiteiten gisteren bij Kwaku. Door de UNESCO van de Verenigde Naties is 23 augustus ingesteld als de Internationale Dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan. Slavenhandel is het verwerven, vervoeren en te koop aanbieden van slaven. Gedurende vrijwel de gehele geschiedenis van de mensheid zijn slaven en slavenhandel een normaal verschijnsel geweest. Tegenwoordig gebeurt dit niet meer zo grootschalig en publiekelijk als in de koloniale tijd. Naar schatting zijn er tussen 1700 en 1850 tegen de 15 miljoen mensen uit Afrika weggevoerd. De slavenhandel begon aanvankelijk in de late 15e eeuw en de 16e eeuw. Op betrekkelijk geringe schaal, enkele duizenden slaven per jaar. Tegen 1700 werden er al 50.000 slaven per jaar getransporteerd. De Engelsen hebben de slavenhandel als eerst verboden in 1816. Volgens Wijngaarden is er mede door de Haitiaanse revolutie een eind gekomen aan de transatlantische slavenhandel. Wij serie voor Afrikaans, maar voor Tapu en Ayari. 1800 naar Haiti, ik kon tapoe. En als dat nog met tapoe, dan zou ik het ook wel langer door. Omdat dat tapoe, met slaven kon tapoe, de Engelsman Fossi, later de Fransman en Bagatene de Hollander. Maar daarom ben ik deed is de sovereign spari dat we memmen. We memmen vanaf 2001 naar 2002 we memmen in ba. Wijngaarden benadrukte dat geloof in het spirituele een krachtig middel is. En dat geloof kan maken dat iemand uit moeilijke situaties komt.